In Andel op de Hoge Maasdijk, nabij het strandje, staat een bijzondere snelheidsmeter. Het is een snelheidsmeterspaarpot, zo wordt die genoemd. En wat doet die? Die meet de snelheid uiteraard van de mensen die voorbij rijden. En het is een initiatief van de gemeente, de provincie, de Oranjevereniging Juliana en de dorpsraad. En wat het eigenlijk doet is voor iedere bestuurder van een motorvoertuig die langs rijdt en zich aan de snelheid houdt, gaat er 3 cent in een spaarpot. En dat is ook zichtbaar op de meter. En uiteindelijk komt dat geld wat gespaard wordt, komt ten goede aan een nieuwe geluidsinstallatie voor de Oranjevereniging. Want die geluidsinstallatie hebben jullie hard nodig? Die is al wat verouderd inderdaad. Ja. En die is wel toe aan aan vervanging. En hij is niet alleen voor de Oranjevereniging. Ook andere verenigingen mogen er gebruik van maken. Dus eigenlijk komt hij te goed aan, aan alle inwoners voor Andel. Er wordt hier nog stevig hard gereden. We staan hier al een tijdje. Dus af en toe dat er niks bij komt in de spaarpot. Dat is denk ik een van de redenen waarvoor dat hij hier staat. Ja, het is een initiatief van de provincie om het aantal verkeersdoden naar nul te brengen. Het is heel ambitieus, maar het gaat niet alleen om het hard rijden. Het gaat ook om een stukje bewustwording. Van op welke stukken rijd ik nou echt te hard? En daar is de Hoge Maasdijk is daar zeker een slecht voorbeeld van. Waar vaker te hard gereden wordt dan te zacht. Dus het gaat zeker om bewustwording bij de mensen. Hoeveel hebben jullie nu eigenlijk uiteindelijk nodig voor die geluidsinstallatie? Nou, we zijn uiteraard blij met elke gift die we mogen ontvangen. Maar een kleine schatting is toch wel een 1000 tot 1500 euro die we nodig hebben voor een nieuwe installatie. En rijd je zelf nu af en toe ook eens voorbij om die spaarpot een beetje te vullen? Ja, ik rijd zeker een stukje om. Ja, normaal rijd ik door de Schanstraat, maar nu rijd ik over de Hoge Maasdijk. Ja, en ik zou alle inwoners van Andel ook willen vragen, rijd een klein stukje om, let op je snelheid en denk er ook eens bij na. Van rijd ik nou wel eens vaker te hard en is dat nodig? Tot wanneer staat hij er? Dan moet ik een beetje gissen, maar hij staat er volgens mij 5 tot 6 weken. Dus dat zal tot januari zijn, ja. Dus in de koude dagen, als het hier glibberig op de dijk is, oppassen en zachtjes rijden? Nogmaals, nog zachter rijden, ja, absoluut.